beste kijkers, voor degenen die het nog niet weten, dit is Hafid El Boustati. Sinds vroeger was hij een van de weinigen in Den Haag, die al op Showtime had gevochten. Dus het is zeker wel echt een top tegen toppers in stad. Ze weten niet eens wat Showtime is. Ze weten niet, hè? Laat me zo zeggen, Glory. Toch? Van toen. Glory van toen. En nu is het zo dat Hafid Fight Club 070 heeft. En er gaan een aantal mensen van hem vechten. Kun jij vertellen wie? Tonius. Natuurlijk. Fredje Dillewaard voor het programma. En wel wat nieuwelingen. En Ismael Ben Ali onder Fight Club Team Ben Ali. Perfect. Fight Sense. Sowieso is een groot begrip. In heel Nederland. Mensen weten, het staat. Nieuwe locatie, Zuiderpark. Wat vind je ervan? Dat is mooi, hè? Ik vind het heel Kijk mooi. Eens, er is gewoon een zandje. Wat wil je nog meer? He? Zand. Ik vind wel één ding heel jammer. Jongens. Deze man moest vandaag eigenlijk vechten. Vertel waarom je niet vecht. Ik ben in Los Angeles geweest. Ik had de kans gekregen om in Los Angeles te vechten. Ik kon ook een ticket boeken naar Los Angeles. Ja, dag! Hoe doe je? Ga je me ook toernooi winnen? Had je twee reisjes gepakt? Wacht. Ga je me ook die euro's geven? Je krijgt alles. Jij liegt. Jij bent op jouw euro's. Ga weg. Ik ga jou slaan. Deze ga ik sowieso niet erin. Gewoon. Yeah. Ik moet jou. Hij wordt mijn clinchje. Denkt hij wel? Denkt hij wel? En dit gaan we wegknippen. Kom hier.